Ik denk dat er nog een week lang, laten we zeggen, Pinkstervakantie is geweest. Toen kwam ik op school in de vierde klas. Ja, zat ik in de vierde klas. En de leerkracht die blonk uit door afwezigheid, want die was plotseling kort voor het uitbreken van de oorlog opgeroepen als militair. En toen had ik dus een invaller. En die roerde eigenlijk het onderwerp nauwelijks aan. Die had alleen maar, misschien om populair te worden, de nodige grappen. Maar over de oorlog zelf werd niet gesproken. En wij waren dus als kinderen waren we dus altijd in dezelfde kamer aanwezig. Want je moet zich de oorlogssituatie voorstellen. Eén kachel, cv, bestond eigenlijk niet bij de grote massa. En daar speelde zich dus het leven ook af, rond die kachel. De broekriem die moest steeds nauwer aangehaald worden. Want wij waren dus een ambtenarengezinnetje. En dus een karig inkomen, en zeker met een groot gezin. En wij hadden niks te ruilen of te tuitelen. En iemand in het zakenleven kon nog wel eens uitbetaald worden in natura. Kon ook wel eens wat ruilen. Maar dat privilege hadden wij dus niet. Zijn naam kan ik me nog precies herinneren: Hartog Cohen. Die was zwaar astmatisch. En die was op een gegeven moment verdwenen. Maar wij wisten, ja, zonder dat het officieel duidelijk was, dat hij niet opgepakt was. En naderhand bleek, die heeft de oorlog overleefd als patiënt in het Sint-Ignatius ziekenhuis. Dus wat dat betreft ben ik vol lof voor het personeel dat zich dat al die jaren geheim wist te houden. Ik moet zeggen, iedereen werd zeer vindingrijk als het ging om kleding. Want verschoten stof die werd gekeerd en dan was het weer als nieuw. Dus je had wel een handige kleermaker nodig, maar dat gebeurde. En er was ook een prinsheerlijke oplossing voor schoenen die te nauw werden. Want mijn vader sneed de neuzen eraf en dan pasten ze weer tot een lengte van dagen. Dus zeg maar vindingrijke oplossingen in tijden van nood. En het eten, dat werd ook met de dag, en dan denk ik vooral vanaf 43, schaarser. Ik herinner me nog hele lange rijen om voedselrantsoenen te krijgen, bonnen, aan het toenmalige distributiekantoor in de Kloosterlaan. En het ontaarde dus ook in 2 keer per dag aardappelen eten. En dat betekent toch dat je een groot gebrek aan vitamine kunt hebben. Maar dat was dus ja, een noodoplossing. Dus wij werden grootgebracht met peenstamp, spinaziestamp, kelenstamp, noem maar op. Maar echt honger hebben jullie nooit geleden. Nee. En als de pannen versleten waren, want die stonden vaak op het houtvuur, dan kwam onze loodgieter en die zette daar dan weer een stop in. Dus we hadden pannen met stoppen erin. En dan gingen ze weer in tijd mee. En het hout dat vergaarden wij in het Maasbos. En zelfs naderhand nog, herinner ik me goed, op de puinhopen van Wörishoven. Bad Wörishoven, dat was een kuuroord in de Duiversbruggelaan. En het is per vergissing door geallieerden gebombardeerd. Want ze hadden als doelwit een generaal, maar die woonde helaas, Duitse generaal, die zat helaas 2 huizen verder. En die ontkwam dus aan de dood. En Bad Wörishoven is toen volkomen in puin gegooid. En weken later hebben ze daar nog mensen onderuit gehaald. Maar jullie gingen naar die puinhoop om hout te halen om te stoken? Ja. Het was met de vooropgezette bedoeling: we brengen weer brandstof mee. Er kan weer wat gestookt worden. Er kan weer een pannetje eten opgezet worden. En in dankbaarheid aanvaard door de ouders. Dat stond voorop. Ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn vader op een grote landkaart de oprukkende legers bijhield. En dan werd een zwager van hem bezocht. Dat was Jacques Maarsen senior, de stadsbeheerder. Die had ook een kaart. En dan werd soms een plotselinge opmars werd gevierd.
met een vooroorlogse sigaar. En misschien wel met een borrel. Zo, op die manier werd de strijdtoneel bijgehouden. En waar haalden ze hun informatie dan vandaan, uw vader en Jacques Maassen senior? Deels uit de beperkte oplage van de stem, voor zover toen de informatie betrouwbaar was. Deels via de Radio Oranje. Wij hadden zelf niet zo'n apparaatje stiekem in gebruik, maar wel weer via familie. En zo konden we op de hoogte gehouden worden van de vordering. De binnenkomst van SS'ers. En volgens ons waren SS'ers alle Duitse militairen met een zwarte broek aan. En een doodskop op de helm. En die posteerden zich in allerlei steegjes, in Ginneke onder andere. En dat betekent dus van, onze vrienden, die zijn waarschijnlijk in aantocht. Soms hoorden wij heel in de verte kanonnengebulder. Er werden prikkeldraadversperringen opgesteld. De Wilhelminabrug die kreeg een betonnen sluitstuk. En dat de opening kon nog met kettingen afgesloten worden. Dat alles betekent dus, de geallieerden zijn een aantocht. Het gebeurde uiteindelijk met heel veel moeite. En ik heb het pas nog gememoreerd. Ook via enkele onbeduidende stegen in Breda. Maar toen van levensbelang voor de aanstormende Poolse bevrijders. En die stegen waren het van Almondepad, naast de pastorie de Barnilaan. Want van daaruit konden Poolse sluipschutters aan de Marksingel komen, waar ook een bunker was. En bij ons, naast het huis, bijna naast het huis, de zogenaamde Riet van Kuit. En het was een toegangssteeg tot wat men toen noemde het Villapark. Dat was de nieuwbouw in Ginneke. En om toegang daartoe te krijgen, kwamen Poolse voerden langs dat steegje. Op een gegeven moment zocht heel Breda een heenkomen in schuilkelders. En wij vonden een toevlucht in de kelders van de bekende Sjaak van Wijk. Van de ijzerwaren en gereedschappen, een grote kelder. En toen dus het oorlogstoneel dichtbij kwam, dus met straatgevechten, hoorden wij dus het roepen en het schieten via het kelderluik dat dus uitkwam op de straat. Ik meen dat we daar 3 dagen en 3 nachten vertoefd hebben. Dus overdag konden we wel naar buiten of bij ons naar binnen. Maar 's nachts werd er dus gewaarschuwd van je kunt beter in de kelder blijven. En hadden jullie daar bedden dan? Of sliepen jullie? Provisorisch vanuit huis meegebracht. Wat dekens, wat kussens. Het was in ieder geval voor ons een totaal andere en misschien ook wel prettige afwisseling van het gewone sleur van de dag. Op een gegeven moment staan er 2 Poolse officieren in de keuken en die spreken Frans. Die Polen die kwamen ons nadrukkelijk vertellen van de oorlog is nog niet voorbij. Ga terug, zoek schuilplaats, want de vijand is nog niet definitief verdreven. En dat was vaak aan Dovermans oren gezegd, want zo uitgelaten was de Bredaarse bevolking. Ik herinner me bij mijn vrouw, die had thuis een kapperszaak. En er kwamen 2 Polen binnen en mijn schoonvader die had nog een flesje never bewaard. En die was in de kwartier leeg. Als je nou zo'n 10, 11, 12 jaar bent, hè, en je maakt die periode mee, 1940, 1941, 1942, was het ook niet gewoon een saaie tijd? Saai, ja. Want verduistering was al snel vereist. En dan zaten we met 3, 4 man huiswerk te doen voor school. Het ging allemaal, hè. Spelletjes. Mensen ergen niet enzovoorts. Ja, het speelde zich allemaal af binnenshuis. Omdat we een groot gezin waren, was er ook nooit veel geld beschikbaar. Maar wij werden gestuurd naar alles wat gratis was. Onder andere de voorstelling van Sint Fidelis in de Schorsmolenstraat. Bijvoorbeeld bij het kerstspel Waar de sterren bleef stilstaan. En die gingen dus door duistere straten. Ik vond het trouwens wel spannend als kinderen, hoor. De duistere straten gingen we daar naartoe voor zo'n avondvoorstelling. Een prachtig uitstapje voor ons.
In het Valkenwerk stond een officier. Hij zei tegen zijn vrouwtje: meisje, kom eens hier. Geef mij de laatste afscheidskus. Want ik ga vechten tegen de Rus. Totdat de klok zal slaan, dan is het met mij gedaan. En als Duitse troepen marcheerden en zongen Und wir fahren gegen Engeland, dan vulden wij aan met ploens ploens. En dat vonden we onszelf heel dapper.